Ja, deze dia die vonden wij ergens op internet. Ik heb hem ook wel zien staan in in de Delft Integraal. En ja, dit is voor ons eigenlijk waar de workshop om draait. Er lijkt geen verschil te zijn tussen theorie en praktijk. Maar dat is er wel. En bij projecten zijn altijd heel veel mensen aanwezig. Bestuurders, plannenmakers, buitenmensen. En het doel van onze workshop is om de kennis en de kunde die al deze mensen hebben, te laten stromen. Deze vonden wij ook heel erg veelzeggend, dit plaatje. Zoals je in je dagelijkse praktijk merkt en zoals je vandaag ook hebt gemerkt en op heel veel congressen, modellenkennis en theoriekennis is heel erg belangrijk. En dat is ook zo. Het is ook belangrijk. Maar die kennis die heeft pas waarde op het moment dat het ook aansluit bij de praktijk. En ja, wij willen de kennis en de kunde van de theorie en de praktijk over en weer laten stromen. Nou, dat gaan we op deze manier doen. Ik ga zo direct eventjes uitleggen wat ervaringskennis is, want daar draait het zo direct allemaal om. Govert zal de casus en de dialoog over de Kampereilanden doen. Dus degenen die net ook bij de vorige workshop hebben gezeten, die krijgen daar een mooi vervolg op. En aan het einde van de workshop vatten wij even samen wat een werkplaats is en wat de leerpunten geweest zijn. Nou, dan, ja, waar draait het nou om? Om kennis. En kennis kun je, net als een ijsberg, onderverdelen in expliciete kennis en ervaringskennis. En expliciete kennis is alles wat je in boeken leert, in modellen zet, wat je rationeel kunt maken. En ervaringskennis, ja, ik heb getwijfeld hoe ik dat moest doen, of ik dat aan jullie zou vragen of een voorbeeld zou geven. Maar ik heb het antwoord gekregen van mijn oud-collega Jan van der Laan. Die vertelde een heel mooi verhaal daarnet. En hij zei van ja, ik ben afdelingshoofd en ik heb een hele hoop medewerkers. En daar zit ook een heel stil iemand in. En ja, ik dacht, wat moet ik nou met die stille meneer? En op een gegeven moment heeft hij gezegd van nou weet je wat, wij gaan samen een keer naar buiten, naar jouw dijken kijken. En toen zaten ze in de auto en Jan die vroeg aan die man, waar maak jij je nou zorgen over? Hij zei, en toen kwam die los. Toen begon hij te vertellen. En toen hadden we een gesprek. En dat is waar het om gaat. In de werkplaatsen. Ja, ik race er gewoon doorheen, want ik vind het zo leuk om zo direct die case en die dialoog te gaan doen, dat ik hier gewoon lekker doorheen race. Ik zei net al, in projecten zie je heel veel verschillende mensen. En ik zal zo direct wel uitleggen wat die verschillende sferen zijn. Maar één ding wat we gemerkt hebben, is dat mensen vooral contact hebben met mensen uit hun eigen sfeer. En dat is vaak binnen een organisatie, maar ook buiten een organisatie. Mensen uit de praktijksfeer, dus de buitenmensen, als die contact opnemen met iemand van een andere organisatie, omdat ze kennis willen delen of van iemand willen leren, dan zullen ze vaak contact opnemen met iemand die ook in die praktijksfeer zit, met een ander buitenmens. Nou, dat is een van de dingen die wij signaleren en we hopen juist dat kennis niet alleen binnen de eigen sfeer uitgewisseld wordt, maar dat kennis juist tussen al die sferen gaat circuleren. Nou, dan zal ik nu even uitleggen wat de verschillende sferen zijn. De politiek-bestuurlijke sfeer, dat is de sfeer waar de bestuurders zitten en waar de beslissingen worden genomen. De modellerende sfeer, ja, dat woord zegt het al, dat is rationaliserend. Dat zijn mensen die gegevens in modellen stoppen en daar uitkomsten uithalen die verder weer gebruikt worden. De management- en controlesfeer. Nou, dat zijn de mensen die mensen en werk organiseren en gestructureerd inzetten. De verbindende sfeer, dat zijn de mensen die
de projecten integraal maken, die veel relaties met andere organisaties onderhouden. En de praktijksfeer, ja, dat zijn de buitenmensen, de mensen die echt met de voeten in de klei lopen. Nou, wilden we een klein testje gaan doen. Zijn er hier mensen van de bestuurlijke of politieke sfeer in de zaal? Nee. Of die zich ertoe rekenen, hè? Want je bent niet de sfeer, je voelt je de meest thuis. Ja. Oké. Okay. Ja. En het kan ook zijn dat je in meerdere sferen thuis voelt horen. Zijn er mensen die in de modellerende sfeer zitten? Twee. Oh, drie. Ja. Ja. Waar gaat je hart het hardst van kloppen? Als ik zeg modellen en lekker kalibreren, dan... We zitten wel op een rij, zie je dat? Ja, er zaten er wel al twee naast elkaar, dus dat was wel leuk. De management- en controlesfeer, zijn daar mensen van aanwezig? Oké, nou die zitten een beetje uit elkaar en een beetje achter elkaar. De verbindende sfeer. Oh, dat zijn de meesten. Ja. Ze komen dus blijkbaar naar deze workshop. Dat is onze doelgroep. Nee, dat is niet waar, want iedereen is onze doelgroep. En de mensen van de praktijksfeer. Nou, leuk. En ik zie ook wat mensen die meerdere keren hun hand op hebben gestoken. Nou, we hebben vier van de vijf. Ja, dat is toch mooi. Nou, dat hebben we goed gedaan. En wat voor sfeer denk jij dan? Ah, de fotograaf, welkom. Die is ook verbindend. Ja. Ja. Dus we hebben net een beetje gezien van wat we net zeiden van mensen uit sferen zoeken elkaar op. Nou, dat kunnen we in de zaal ook al een beetje zien. Vier van de vijf sferen zijn in deze zaal aanwezig. En wat het leuke is wat daar ook op de dia staat, is wat voor de ene sfeer praktijkkennis is voor de andere sfeer theoretische kennis. Hè, dus iedere sfeer heeft zijn eigen praktijkkennis. Dat kan gaan over het gedrag van een dijk, maar dat kan ook gaan over het gedrag van een model of het gedrag van mensen en organisaties. En wij hebben heel veel pijltjes getekend, dus het is de bedoeling dat alle sferen goed met elkaar communiceren en verbonden zijn. Maar in praktijk is dat niet altijd zo. Nou, de mensen die in de praktijksfeer werken, die weten het vaak wel, die horen het vaak wel van... Ja, we hadden jullie toch eerder moeten betrekken, want dit is toch wel hele waardevolle kennis. Dus die zitten vaak een beetje net buiten het proces. Bestuurlijke, mensen uit de bestuurlijke sfeer, die willen ook wel eens een beetje buiten het proces vallen. Hè, want als ambtenaren zijn we geneigd om te denken van... Ja, maar ze willen alleen maar beslissingen nemen of op hoofdpunten, of het mag alleen maar over geld gaan. Dus het kan best zijn dat je als bestuurder pas betrokken wordt op het moment dat er een bestuursbesluit genomen moet worden. Terwijl je misschien al wel heel graag bij de kick-off van het project aanwezig geweest was. Rest mij nog één ding, want ik moest ook nog vertellen over de schaduw. Organisaties zijn vaak hiërarchisch georganiseerd. He, en daardoor is het soms moeilijk om met mensen uit andere sferen in contact te komen. Ik heb wel eens een cursus gegeven voor een waterschap, bestuurlijke sensitiviteit. En het eerste wat de mensen daar zeiden was, ja maar wij mogen geen contact hebben met onze bestuurders. Dat doet onze secretaris-directeur. En toen dachten wij, nou dan is onze cursus heel hard nodig. En... Het leuke was dat tijdens de cursus kwamen er ook allerlei voorbeelden naar voren. Hoe mensen dan toch via olifantenpaadjes hun bestuurder toch wisten te vinden. En toch even wat dingen konden afstemmen en konden polsen. Nou, zo zijn er tussen alle verschillende sferen, kent iedereen wel een voorbeeld, dat mensen toch contact met elkaar hebben. En dat is ook een van de dingen die we graag willen bereiken met werkplaatsen. Namelijk om alles wat er in die schaduw gebeurt, om dat weer in het licht te zetten. Laat ik eerst vragen of er hier tot nu toe nog vragen over zijn, voor we naar de case doorgaan.
Nou, dan heb ik het of heel duidelijk of niet duidelijk uitgelegd. Maar ja, dat gaan we merken. Ja. Alsjeblieft, Govert. Okay. Ja. Dit plaatje hebben we dus gevonden door met heel veel mensen van verschillende waterschappen en van de waterdienst te praten. En die sferen, die groeien ook uit elkaar. En dat is best wel zorgwekkend. Dus die schaduw waar mensen in zitten, die groeit. En die sferen groeien steeds verder uit elkaar. Hoe groter de organisatie wordt, hè, want dat is toch wel onze neiging, we weten elkaar veel minder makkelijk te vinden. En dat is toch wel een probleem. En dus die sferen die hebben wel formele informatieuitwisseling en dergelijke, maar die ervaringskennis, die zo cruciaal is, die onderkant van de ijsberg, die komt bijna niet meer in het spel. Tussen die sferen. Wel in een sfeer. Ja, en dat is toch met z'n allen de kroeg ingaan. Je hoort ook die verhalen van vroeger. Maar we hebben ontzettend veel verhalen bij waterschappen opgehaald. En dit is toch wel een breed gevoel aanwezig. Nou, wij komen zo meteen na die casus en de interactie. Komen wij bij een concept uit, dat noemen wij de werkplaats. Nou, Manon heeft het al een paar keer genoemd. De werkplaats is eigenlijk bedoeld om het probleem dat wij gesignaleerd hebben te pareren. Maar even kijken, we hebben daar 10 jaar over gedaan, kijken of wij dat in 20 minuten met deze groep voor elkaar kunnen bedenken, hoe zo'n werkplaats er dan uit moet zien. Dus ik ga zo meteen even de Kampereilanden, het vraagstuk, even reduceren. Hè. Wij hebben daar een werkplaats, een turbo-werkplaats gehad, was Barry aanwezig. En dat was maar 1 middag. Maar het idee was wel hetzelfde. Maar ik leg het vraagstuk even neer. En als je nou nadenkt van die uit elkaar groeiende sferen, die schaduw waar mensen toch wel bij het koffieapparaat klagen over de organisatie en dingen ondernemen die ze eigenlijk niet mogen ondernemen en dus buiten het licht doen. Hoe zou je dan rond deze specifieke casus, Kampereilanden, aan de slag gaan? Hoe zou je dat organiseren? Dat ga ik aan jullie vragen. En dan kijken of dat wat jullie aandragen aan ideeën. Er zijn geen slechte ideeën, het zijn alleen maar goede ideeën. Hè? Maar een aantal ideeën die hebben we al in de werkplaats verwerkt. En ideeën die we dus niet in de werkplaats hebben verwerkt, die gaan we gewoon jatten. Want die nemen we dan gewoon in het vervolg mee. Dat is een beetje de idee van wat we nu gaan doen. Dus als iemand een bewering doet van dit zou eigenlijk moeten, dan hebben we altijd nog de mogelijkheid om te kijken of de anderen het daarmee eens zijn in de vorm van stemming. Dus ik zou wel even groene en gele kaarten opzoeken. Heeft iedereen groene en gele kaarten? Groene en rode? Groen-rood, en daar zaten, op een gegeven moment waren de groene kaarten op. Maar dan zijn hier nog. Huh? Oké, dat is allemaal in orde dus. Dus de casus. Een stukje van dat project wat jij net liet zien. Ik weet niet wie er zo straks ook allemaal aanwezig was. Kampereilanden. Alleen al dit lichteffect is prachtig. Hè? Dus prachtig. Hier is die Ramspol. Dus een heel markant punt. Dit is. Weet het, dit is allemaal natuurgebied. Het is Natura 2000 gebied. En volgens mij mag je uiteindelijk, als je in de uitvoering gaat, hoeveel dagen per jaar mag je er nog maar werken? Bij die aannemer toen. Zoveel restricties en zoveel beperkingen, dat je maar een paar dagen per jaar er nog mag werken in de uitvoering. Best wel. Hier loopt die waterkering, hè? Hier zo. Oh. Oeh, kijk. Een beetje traag, maar dat is hem. Wat zeg je, dat is een regionale kering. Ja, omdat, maar vroeger, hè, hier zijn even wat kenmerken. Dit is het zwarte water, dat water. En aan de overkant ligt de polder. Dit zijn wat karakteristieken. Ooit lag het langs de Zuiderzee. Toen was er geen, dat was voor de Afsterdijk en de Ramspol, stond het bloot aan alle krachten. Dus het heeft heel wat voor ze kiezen gehad. Het heeft daarmee ook wel een bewezen sterkte. Dat is wel een belangrijk punt. Het is op hoogte afgekeurd. Nou ja, daar hadden we die zandzakken voor de deur, oefening voor van zo straks. Hij is op hoogte afgekeurd. En hij was in eerste instantie niet op piping afgekeurd. En dat was heel bijzonder. Die berekeningen waren gemaakt. Selmayr, wie kent hem niet? Selmayr, berekeningen. En dan moet je instoppen de KD-waarde en de D70. Hè. En een sommetje gemaakt, hij was niet afgekeurd. Er was ook al een samenwerking met de aannemer.
En toen is er toch nog, zijn er nog wat extra boringen geplaatst. En toen bleek dat het zand, wat er in werkelijkheid was, veel fijner te zijn dan in de modellen was gebruikt. Dus dan stop je een veel fijnere zand D70 in en opeens, bom, hij was wel afgekeurd. Piping. Maar er was wel een gevoel van, ja, het is een prima dijk. We hebben hier nooit zand mee voor in de Wellen gesignaleerd. Hij heeft die Zuiderzee al doorstaan. Volgens mij vertelde de dijkgraaf dat hij er regelmatig ging wandelen met de hond. En die zei, klopt dit wel? Hè? En het was bij die vorige workshop was het ook het onderbuikgevoel. Hè? Moeten we dit wel afkeuren op piping? Want er komt toch wel een flinke kostenpost bij. En het gaat niet naar het hoogwaterbeschermingsprogramma, dus daar sta je als waterschap helemaal voor aan de lat. Dus daar ga je nog eens een keer extra nadenken. Dus dit is praktijkgevoel prima dijk. Maar wel andere. Ik heb hier nog wat beelden wat je wel ziet is dat die kruin vrij smal is en dat daar behoorlijk spoorvorming is. Dat was met name een irritatiepunt van de beheerder. Dit is daar links, dan zie je dat natuurgebied. En ik heb nog een tweede foto. Dit is dan de sloot aan de landkant. Dus als er piping optreedt, dan moet hier het water uittreden. Hier zou je dan ook de zandmeevoerende wellen zien. Aan de natuurkant loopt ook een sloot. Niemand weet waarom die sloot er trouwens ligt. Dat is wel heel bijzonder. Dat was een punt van aandacht. Hij ligt in een natuurgebied. En hele verhaal, misschien is het wel voor het afvoeren van triet of zoiets. Maar daar is een intredesloot. Hier is een uittredesloot. Bij piping gaat dan het water er onderdoor. Neemt het zand mee, ontstaat instabiliteit. En dat duurt dan heel lang. Terwijl we ook weten dat het een puntvormige belasting is. Dat die maar heel kortdurend is. Nou, dat is dit, de casus. En met name, we richten ons even op piping. Op het vraag van, moeten we dit ding afkeuren op piping, ja of nee? En dan is de vraag, als we deze casus hebben, je hebt die praktijkopvatting die afwijkt van het theoretische model. Hoe zou je dit aanpakken? Dus Manon gaat schrijven en dan gaan we eens even kijken. Suggesties. Eerder met beheerder in contact treden. Oh, jij bent er op die dijk, ja. 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 Oh ja, was je er ook bij die werk? Ja. En dat is, kan ik lezen? Ja. Het is wel leesbaar, maar vrij klein. Dus eerder de beheerder erbij betrekken, hè? En jij was ook degene die het had over die schoren, hè? Of niet? Ja, maar op de afdeling. Ja. Hij moet eigenlijk wat breder, ja, dat je spoorvorming niet krijgt. Oké. De oudste boer uit de omgeving. Mooi is dat, ja. Nou, dan weet je ook wel hoe oud die oudste boer is, of niet? Ja. Nou, wie vindt dat een goed idee? Gewoon met de oudste boer praten. Eventjes de kaarten omhoog. Even kijken. Wie vindt dat het? Even kijken. Kijk, daar is heel veel consensus over. Hè? Haal de kennis uit het veld. Oh, ja, jij niet. Oké. Okay. Ja. Jullie vragen me af. Nee, maar het maakt niet een piping. Dus ja. Je gaat met die boer praten waarschijnlijk. En dan van hem hoort van, ik heb hier wat piping mee. Ja. Ja. Maar ze kunnen wel, als het wat hoog water is, dingen zien. Hè? Ook waar jij over vertelde, tijdens de evacuatie. Of die zandzakken toestand. Kunnen ze wel iets waargenomen hebben van, eerst was er wel zand en toen niet zand. Hè? Dat soort. Maar ja. Maar het is wel zo, ja. Als het niet relevant is. Maar je kunt in ieder geval vragen. Ja. Even kijken, ik zag nog iemand met een. Jij stak je vinger op. Ja, ik zou denken van het inzicht in de werking van het watersysteem. Misschien moeten we even een microfoon? Ja. Ja? Oké. Okay. Ja, sorry. Ja. Nou, ik zou even kijken van hoe is het watersysteem meegenomen. Oké, kijk dus naar het systeem en neem de geschiedenis mee. Neem de geschiedenis mee. Ja, en neem de geschiedenis mee. Oké. Wie nog meer? Ja. Ik
Als ik heel autoritair moet zijn, dan zeg ik, ik keur hem goed op beheerdersoordeel. Maar ik doe het gelijkertijd een beroep. Ja, dus dan geen discussie, beheerdersoordeel zegt dat hij goed is. Ik ga toch een beroep doen op de theorie om dat te onderbouwen. Oké, draai het om. Ja, dat is een hele leuke. Dus wie zegt dat is een goed idee? Ik wil gewoon even kaarten zien. Oh nee, ik wil groen of blauw. Want ik vind het ook wel leuk als iemand er niet mee eens is. Ja. Dat de beheerder, dat de theorie moet, eigenlijk moet falsificeren wat de beheerder zegt. Ja, oké. Ja, dus we draaien het om. Dus de beheerder gaat niet corrigeren wat het model zegt. De theorie wordt gekeken in hoeverre de uitgangspunten die je hanteert in de theorie overeenkomen met het beheerdersoordeel of niet. En als daar een discrepantie blijft. En dan ben je meteen het beheerdersoordeel af. Juist. Ik zie toch wat rode kaarten, maar dan even hierachter. Volgens mij is je pipingberekening is volgens mij je theorie. Dus dat spreekt elkaar tegen op dit punt. Kun je niet zomaar overheen walsen met je beheerdersoordeel? Nee? Oké. Niet walsen. Ja. Moment. Ik ga toch even... Ja, ik laat het niet los. Nee. Ik werk bij Rijnland en wij doen heel vaak, zeg maar... naar de praktijk kijken. En soms gaan wij dus zelf bedenken met de praktijkmensen van wat voor soort dijk zullen we daar zelf intekenen, zoals we dat vroeger ook deden. En dat laten doorrekenen in de geotechniek. En vaak komt er gewoon wat we in de praktijk hebben ontworpen, theoretisch uit. En als je het vaak andersom doet, eerst theorie en daarna naar de praktijk, komen er veel robuuste dijken uit dan dat je het andersom doet. Oké. Dus laat eerst de praktijkmensen aan het woord. Wat vinden jullie dat er dan gedaan moet worden? Ja. Dat is al van een uitgangspunt van, hij wordt waarschijnlijk wel afgekeurd of niet? Ja. Ja. Dus dat is wat jullie doen. Ja, vaak. Dus als we soms hebben we wel eens berekeningen gehad bij een... enorme robuuste dijk en dan denk ik, dat klopt helemaal van geen meter. Ja. Of in ieder geval, qua de sommetjes wel. En toen hebben wij, met een groepje gezeten met de praktijkmensen, hebben we dezelfde dijk en die was 3 keer kleiner ongeveer. Ja. En die klopt ook. Ja, oké. Ik herken dat ook op andere fronten. Dus dat, ja. Ja. Oké. Meer suggesties. Oh ja, je had ook nog een rode kaart, hè? Nee, rode kaart. Oké. Nee, ik had nog een suggestie van kunnen we niet gaan meten. We hebben eerder een dijk gehad die op piping afgekeurd was. We hebben pijlbuizen geplaatst en een tijdje een keer de waterstanden gevolgd en de reactie in de ondergrond gevolgd. En dan weet je dus hoe het systeem, de theorie en de praktijk met elkaar overeenstemt. Ja. En kun je een model voor de modellerers misschien kalibreren. Ja, dat betekent ook weer systeemkennis krijgen. Ja. Naast dat in het verleden, dat je het ook nog een keer... In de huidige situatie gaat. En dan als er dan water gaat stijgen, hoe gaat dat grondwater? Of extreem wegvalt. Ja. Ja. Kun je het bijhouden? Net. Oké. Ja? Ja, ik was er natuurlijk bij. Jij was erbij, ja. Maar we hebben het was een turbowerk en dat sluit hier wel bij aan. We hebben een hoogwater in 2012 gehad. En wat ook heel interessant is maak eigenlijk eens een keer gewoon de som. Met de waterstanden die zijn opgetreden in 2012, gewoon dezelfde belasting. Ja. En kijk dan, faalt hij dan theoretisch gezien op piping? Hè? Kun je hem helemaal af op piping? Dat is dan één. En dan vervolgens we hebben toen geen zandmeevoerende wellen waargenomen. Dus dan is het toch wel echt een grote discrepantie. En dat zou mij nog wel sterk doen twijfelen aan de theoretische exercitie. Ja. Onderbouwing. Dus dan moet je denk ik meer nog gaan inzoomen in de doorlatendheid, et cetera. Maar gewoon eens rekenen eens door, reken gewoon eens de gemeten waterstand door. En als je weet dat je geen zandmeevoeronder wel hebt gezien, dan heb je gewoon toetsing van theorie met praktijk. Ja. Dus reconstrueer een dat situatie. Dat kun je ook met 95 doen. Van het rivierengebied, zie ik daar ook nog. Nou, dat is even een zijstraat. Ja. De water 2011 hebben we natuurlijk een hoog water gehad. En we keuren heel veel af op macrostabiliteit. Ik zou het toch wel eens interessant vinden om sommen te doen met het nieuwe instrumentarium. Geeft het dan inzicht om te matchen met die ervaring? Ja. Reconstrueer situaties die echt opgetreden zijn. Hè? Dus, en ga dus niet alleen uit van de theoretische
norm. Bij elkaar. Ja. Ja. Oké, okay, meer suggesties. Kan je de dijk nog vergelijken met een vergelijkbare situatie elders in Nederland? Goeie vraag. Wat kun je leren van anderen, hè? Ja. Van mensen in andere gebieden? Ja. Dat is echt de vraag die je zou kunnen stellen in de werkplaats. Maar... Ja. En met het feit dat je onderkent dat er andere mensen zijn met ook ervaringen, dat is al een hele belangrijke. Want je hoeft niet alles met je eigen groepje uit te zoeken. Ja, dat is ook wat we vroeger de gezel noemden, hè? De reizende kennis. Dat je de ervaringskennis ook daadwerkelijk van de ene plek naar de andere plek brengt. Even nog meer suggesties. Hoe zou je dit dan ook fysiek gaan inrichten? Dit proces. Ik zie keihard denkende mensen. Ja, het is. Wie heeft nog meer suggesties? Hoe gaan we dit proces inrichten? Heb je een soort deadline gekregen? Oké. Okay. Ik kom er even bij. Je hebt wel een redelijk harde stem, maar volgens mij... Wanneer ben je verplicht om in te grijpen, om het zo maar te zeggen? Dus past dit aan het feit dat in 2020 alle regionale waterkeringen op orde moeten zijn? Dan hebben we nog 3 jaar te gaan en die zou ik in gaan vullen. Ja, neem de tijd dus, hè? Neem de tijd, ja. Neem de tijd. Dat heeft ook te maken met het meten. Ja, zeker. Ja. Ga nou niet overhaast een beslissing nemen, maar als het kritisch is, ga meten. Ja. Meer suggesties, ja? Bart? Als je de tijd nadenkt en de tijd neemt, dan zul je wel moeten nadenken van stel dat het wel pipinggevoelig is en er komt echt een hoog water aan. Ja. Dus je kunt dan wel, en dat was natuurlijk ook de vorige workshop, je kunt wel nadenken over noodmaatregelen. Ja. En geoefend en praat te hebben, dat als het toch gebeurt, dat je dan wel kan handelen. Ja. Dat lijkt me voorop staan. Dus als je gaat uitstellen en je gaat meten, zorg dan ook dat je beheermaatregelen kunt nemen. Ja, ik loop toch maar even naar je toe, want dan wordt het volgens mij voor de geluidsopname beter. Ja. Zoals voor piping. Ik denk, wij hebben ook, net boven Veendam hebben wij ook zo'n plek met piping. Een beheermaatregel is daar natuurlijk wel vrij eenvoudig voor elkaar te maken. Door het pijl in de kwelsloot omhoog te zetten. Maar je zult daar wel inderdaad goed over na moeten denken. En zonder direct al te veel zware maatregelen op papier te zetten. Ja. Dus blijf ook daar nadenken met normaal boerenverstand. Dat is een mooi woord voor ervaringskennis, hè? Boerenverstand. Nuchter verstand. Onderbuikgevoel, dat zijn allemaal begrippen. Het beheerdersoordeel is voor mij ook beheerdersverstand inderdaad. Ja, ja, beheerdersverstand. Ik heb in Vlaanderen een woord geleerd over die kennis, dat noemen ze kennis. Heel mooi begrip. Is kennis die je wel hebt, maar die je dus niet onder woorden kunt brengen. En die dus inderdaad pas, zoals Manon vertelt, op het moment dat je in een echte situatie zit waar mensen aanwezig zijn. Ik had ook iemand die wist alles van houten funderingen. Is een werkplaats in Gouda. Als je vroeg, wat weet je over houten funderingen? Ja, daar weet ik wel wat van. Maar ging je naar buiten en ging je naar een bepaald project toe, dan kon hij uren praten. Maar dan was het de realiteit. Dan komt die ervaringskennis pas echt in het spel. Nog meer suggesties? Ja, eens kijken, het begint te... Het zou vast wel gebeurd zijn, maar als ze nu wordt afgekeurd omdat er opeens nieuwe boringen gedaan zijn, ik weet niet of iedereen het dan... over die boringen eens is, of het zinvol is om nog eens een aantal extra boringen te doen. En daarna te kijken. Ja. Van klopt dat wel? Ja. Dus, niet opeens vanwege een paar boringjes in paniek raken. En, ja. Dus die bedachtzaamheid die geleid heeft tot het doen van extra boringen, zou je ook moeten hebben bij het interpreteren van die boringen en het rest van het proces. Ja, mooi. Je had ook nog een suggestie. Je vraag was eigenlijk ook, hoe doe je dat organisatorisch? Ja. Probeer zo vroeg mogelijk alle mensen, actoren zeg maar, vooral intern, bij elkaar te krijgen. Ja. In ieder geval de beheerder, de zeg maar de geotechneuten, die de sommetjes moeten maken. Ja.
eventueel bestuurder, maar meestal anders. Maar in ieder geval, als je dus maatregelen dus nog niet neemt, moet een beheerder natuurlijk weten van wat voor beheermaatregelen moet ik dan wel nemen. Ja. Want vaak wordt dat dan weer vergeten en dan wordt er dus theoretisch iets opgeschreven. En dan denkt de beheerder van, ja, wat moet ik dan doen als het er toch echt iets gebeurt? Dus ga die beheerder alsjeblieft zoveel mogelijk bij alles betrekken. Want dat je van te, als je het dus niet doet en als je dus wel iets doet. Ja. Dus in feite zeg je al die sferen hè, die we allemaal hebben. Allemaal welke. Ja. En wat zie je als waarde voor de bestuurder? Nou, dat als die eigenlijk als een soort van zijlijn, breng hem ook op de hoogte van als je iets wel doet en wanneer je iets niet doet. Ja. En als je iets niet doet, dan moet je het uitleggen, zeg maar, waarom je dat niet doet en wat voor beheermaatregelen je dan doet. Ja. Dat je dus bijvoorbeeld eerst gaat monitoren van, ik wil eerst even in de gaten houden wat of het wel waar is, dat sommetje. Ja. Dus zeg dat dan ook. Ja. Want anders is hij nog steeds afgekeurd. Ja. Theorie. Uiteindelijk moet de bestuurder een beslissing nemen. Hè? Dat is essentieel. In deze werkplaats staat geen bestuurder, maar wel in een andere. En die zei het wel mooi, dat was Hans de Jong. En die is hier trouwens ook vandaag aanwezig. Die zei het wel mooi van, hè, want al die techneuten die zeggen wel van, ja, je moet als bestuurder niet onder de motorkap kijken. Hij zegt, maar ik wil wel een monteur aan het werk zien. En ik vond het wel een hele mooie analogie. Hè? Als je zegt, die monteur vertrouw ik, dan vertrouw ik ook op zijn oordeel. Maar je wilt ze wel bezig zien. Maar hij hoeft niet te weten hoe het onder de motorkap zit. Dat zei hij. Ik vond het wel heel mooi uitgedrukt, zei hij bij een andere werkplaats. Mag ik hier ook een vraag over stellen, Govert? Want het valt me op dat jij zegt van, die bestuurder die moet je een beetje aan de zijlijn trekken, zodat hij in ieder geval weet wat hij speelt. Maar ik kan me ook voorstellen, want die soort situaties heb je ook wel eens, dat je denkt van, nou, mijn bestuurder zal wel mordicus tegen zijn, of ik zal alleen maar goedkope of hele technische oplossingen mogen nemen. Hebben jullie nou ook voorbeelden dat je zegt van, nou, ik heb wel eens mijn bestuurder in een heel vroeg stadium betrokken en die kwam toen met een hele originele oplossing of een hele... Of die dacht niet alleen in geld. Of die dacht niet alleen technisch of alleen in geld. Of die kwam juist met een hele ecologisch verantwoorde oplossing. Hebben jullie daar misschien een voorbeeld van? Nog niet zo, zo te zien niet. Die komen vast straks bij de borrel dan. Ook de modelleur vragen waar zijn onzekerheden zitten en of dat iemand anders die onzekerheden kan uitsluiten. Vooral zag ik een voorland en een modelleur moet daar altijd op een bepaalde manier mee omgaan. En een bestuurder of een jurist kan op een gegeven moment borgen dat het voorland aanwezig blijft. Ja. En zo kan er dus ook, het is niet altijd dat de modelleur ongelijk heeft, maar hij sluit bepaalde onzekerheden uit in zijn model. Ja. Het is wel mooi, hè, Barry? Jij was er ook bij. Jij was er ook bij. Hoeveel elementen van wat we toen besproken is, dit kwam heel nadrukkelijk terug, hè? Dat is de natuur. Maar in het model van Tesagi, van hoe heet hij, van Stelmeijer, daar zit het voorland niet in, hè? Dat is puur die sloot. Ja. Ja, dat is het bijzondere. Ja. Terwijl het wel een heel invloed met zo'n grote rietvelden en een vraag, ja, waarom is die sloot daar? Dat is ook nog wel zo. Ja, wellicht. Ja, het zou best kunnen, ja. Ja. Of, ik hoor ook iemand vertellen die zei van, die hadden ze ook zo'n intredepunt genomen voor Stelmeijer. En toen vroegen ze, ja, waarom zit die sloot daar? Ja, dat weten we ook niet. En dan zijn ze bij die boer gaan vragen, nou, ik hoop zo dat het ding weg kan, want ik heb er alleen maar last van, zei hij. Ja, dus dat is, vond ik ook wel een mooi verhaal. En dan nemen we die heel zorgvuldig als intredepunt voor een, maar dat is praktijk, hè, dat is de praktijk. Wat zeg je? Ja, dit is 2000. Waar ik dat voorbeeld had, was er gewoon een boer. Die had een rechten voor wat vee in de uiterwaarden. Maar wel een hele lijst. Nog meer? Anton is de echte praktijkman. Hè? Nou, wij kennen elkaar uit 18 zoveel. Ben je al zo oud? voor de Afsluitdijk. Voor de Afsluitdijk. Ja, ik wou nog even terugkomen op het bestuurder. Wij zullen zorgen dat de bestuurder altijd de beslissing neemt. En dan zal dat iets zijn, zoals we nou met een positief beheerdersoordeel. Dus van het nee en het ja. Hij krijgt altijd daar nog een keuze in. Als we dit doen, dan dat.
Maar hij zal altijd een besluit moeten nemen. Ja. Dat aapje wil ik niet op mijn schouder. Ja. En dat is bij een waterschap is DB-lid. En die moet het weer naar het algemeen bestuur krijgen. Voilà. Ja. Voilà. Ja. Zullen wij richting af het laatste kwartier ingaan? Volgens mij. Prima. Dus loop ik even wat punten na. En dan van elementen die wij herkennen in de werkplaats, of inhoudelijk aan bod zijn geweest, of daadwerkelijk ook in de vorm van de werkplaats terug te vinden zijn, zal ik deze even hier leggen. Even kijken, zullen we ze even langslopen? Heel kort. Ere met beheerder. Nou, ik denk dat dat wel een belangrijk punt is, hè? Dus zullen we nog even een cirkel omheen? Dus de inhoudelijke dingen even met een groen rondje en de procesdingen even met een rood rondje. Prima. Ja, verzin ik nu even, hoor. Praten met de oudste boeren in de omgeving. Hebben we niet gedaan. Hè? Dat is misschien wel een goed idee. Maar ik neem aan dat de beheerder wel praat met de boeren in de omgeving, of niet? Ja, daar heb je wel een verstandhouding mee. Ja, dus dat gebeurt op de achtergrond. Kijk naar watersysteem en de geschiedenis. Ja, ik denk dat dat wel een inhoudelijk deel is wat regelmatig aan bod is gekomen. Want er is heel veel over de bewezen sterkte gesproken. Dus hier kan een groen cirkeltje om. Goedkeuren op beheersoordeel, dat ligt iets genuanceerder dan wij het gedaan hebben. Maar het komt wel in de richting, hoor. 50-50, piping theorie, niet overheen walsen. Met beheersoordeel, ja. Wat staat hier? RL? Rijnland. Oh, Rijnland. Eerst praktijk. En wat vinden we gedaan moet worden? En dan theorie. Dus omdraaiing. Dus van werk van de praktijk naar de theorie toe. Dat is wel. Eigenlijk zetten we ze meer op gelijkwaardigheid. Hè? Het is wel ongeveer wat we doen ook in werkplaatsen. Meten, dat is een uitkomst. Uiteindelijk is besloten om te gaan meten. Dan moet dan een rood groen cirkeltje om, ja. Meten hier. Voor de waargenomen reconstrueerde situaties. Dat gebeurt ook inhoudelijk. Dat is echt wat er inhoudelijk gebeurt. Wat kun je leren van andere gebieden? En dat hebben wij in deze werkplaats, bij andere werkplaatsen wel, is dat dit minder sterk aan bod gekomen. Ja, ja. Ja, dat is de waarde van zo'n projectoverstijgende verkenning, dat je automatisch ook de ervaring van anderen. Ja. Dan is er een deadline, daar hebben we het wel over gesproken. Hoeveel tijd heb je? Hè? Dat ligt bij een regionale kering anders dan bij het waterbeschermingsprogramma. Gebruik boerenverstand, stille kennis. Dat is kennelijk. Ja, dat is wel het. Dat is wel het punt, hè, waar we het ook over willen hebben met jullie. Afgekeurd op boringen, geen paniek. Ik vind het wel een hele mooie. Want dat was wel de aanleiding eigenlijk. Hè? Ja. Organisatorisch. Nou ja, dan is het weer zo'n rood cirkeltje. Dit is wel de vijf sferen, hè? Proberen we. Dit was trouwens een turbo-werkplaats. We hebben maar één middag gedaan. Maar de echte werkplaats is veel vaker. Maar daar kom jij zo meteen wel op, Maron. Vraag modelleur, waar zijn onzekerheden? Ik denk dat dit een van de kernpunten is. En een bestuurder neemt besluit. Ik denk dat dat wel een procespunt is. Van mooie opsomming. Vind je niet? Ja, geweldig. Ja. Dus, maar jij laat nou even zien wat de werkplaats is. Ja. 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 Precies werk. Het is ook een proces wat je helemaal niet kan waarnemen. Nee. Je kunt 10 meter onder de grond plaatsen. Je kunt pas het beheersoordeel meenemen als de situatie waar je afgekeurd wordt, de beheerder ook heeft meegemaakt. Ja. Dan kun je beheer. Als dat zo is, dan denk ik beheersoordeel en gezond boerenverstand. Als die situatie al heel lang een periode niet heeft meegemaakt, zou ik daar dus dat stuk niet gaan meenemen. Want nee. En piping hebben we dus bewust niet meegenomen als een kernfactor voor je toetsing en beoordeling. Het is een proces. Je hebt van mij alleen maar als je echt het meegemaakt hebt. Nee. Het is wel belangrijk dat je dit zegt.
Maar we zeggen van boerenverstand, dat zit dus bij de bestuurder, dat zit bij de modelleur, het gaat bij de toepassing van de formule. Dus we zeggen, Selmeijer stellen we niet ter discussie. Maar er worden wel keuzes gemaakt. Bandbreedtes gehanteerd, onzekerheidsmarges. En wat is nu de beste keuze? Om keuze, ja, in die toepassing van Selmeijer. En de ervaring is dat op het moment dat je het uitbesteedt, en je hebt niet de dialoog, dan gaat iedereen aan de veilige kant van de bandbreedte zitten. En dan wordt bijna alles afgekeurd. Dat is een beetje de aanleiding. En dit sommetje was gemaakt, en opeens was er een D70, was veel fijner, en toen werd die afgekeurd. En daarop kwam die hele exercitie. Maar het gaat dus niet zo dat de beheerdersoordeel de Selmeijer-berekening overroelt. Nee. Juist, nou dat is wat we... Maar dat is geen boerenverstand, nee. Meten en weten. En daar ben ik meer van. Oké, okay. Het is meten, weten en begrijpen. Ja. En de stap van weten naar begrijpen, dat is ervaringskennis. Ervaringskennis is niet iets wat strijdig is met theoretische kennis. Het is een context waarin die ervaring van de formele kennis zich is ingebed. Ja, nu zeg ik het mee. Ja, oké. Okay. Nee, maar dat is wel goed dat je het vraagt. Jammer dat ik de microfoon voor de opname niet even bij had. Ja. Oké. Okay. Ja, de werkplaatsen. Zoals jullie dus net gemerkt hebben, werkplaatsen gaan over een klein en lokaal concreet vraagstuk. Ze gaan niet over het hele project, maar juist over een lokaal vraagstuk waar je dus ook echt met z'n allen langs kunt lopen, waar je het met z'n allen over kunt hebben. Het is belangrijk dat alle sferen vertegenwoordigd zijn. Hè, of in ieder geval 4 van de 5 sferen, zodat je die kennis kunt laten stromen, zodat je weet wat de ander denkt. Zodat die vraag die jij net stelde, dat je die ook aan elkaar kunt stellen. Het is ook narratief en verhalend. Hè, want het gaat erover van... Wat heb je meegemaakt? Wat gebeurde er toen jij tijdens een hoogwater op de dijk liep? Wat heb je bij andere waterschappen meegemaakt? Hoe weet je dat bestuurders ergens tegen aankijken? Omdat je dat zelf hebt meegemaakt. Hè, dat filmpje wat je net zag over moeten we mensen evacueren, ja of nee? Ik heb in Almen-Biesbos gewerkt bij het waterschap en... Daar hebben ze ook op het punt van evacueren gestaan. En het was een van de favoriete verhalen van mijn dijkgraaf. Dat zijn belangrijke dingen om mee te nemen. Maar die eerste 3 punten die hebben we jullie kunnen laten zien. Het 4e punt, het moment van de moeite, hebben we niet heel goed kunnen laten zien. Maar ik hoop dat jullie, als ik het zo uitleg, dat jullie het een beetje voor kunnen stellen. Want uiteindelijk komt het ook wel uit deze punten. Het moment van de moeite gaat erover dat je in padstellingen komt te staan. En dat je niet goed weet hoe je verder moet. Hè, en er is ook een keer een werkplaats geweest over een beek. En toen hadden ze het allemaal over building with nature. En ja, hoe moest je dat nou in het model stoppen? En welke parameters moest je dan kiezen? En hoe ging je dat nou doen? Het zei iemand, ja, ik snap er echt niks meer van. En toen zeiden ze van, ja, maar hoe zou je het dan doen? En die zei, kijk hem wat het wordt. En toen ontstond er opeens een hoop vrijheid. Want toen kon je meer gaan experimenteren. En inderdaad gaan kijken van, wat zijn nou slimme bouwstenen? En hoe kunnen we dat handig opbouwen? En toen kwamen ze met hele mooie oplossingen. Dus dat is een padstelling. En het kan inhoudelijk zijn, maar het kan ook organisatorisch zijn. Want vervolgens zei iemand, ja, maar wij hebben nu iets heel moois bedacht. Maar de rest van de organisatie vindt dat natuurlijk helemaal niks. Dat mag natuurlijk nooit. Nou, toen is er een tweede bijeenkomst geweest. En verhip, de rest van de organisatie bleek het een goed idee te vinden. Die konden daarin meegaan en het project is gerealiseerd. Dus dat is een moment van de moeite. Een padstelling waar je graag overheen wil komen en die uiteindelijk het project mooier maakt. En ja, het laatste punt, gewoon heel praktisch. Een werkplaats duurt in het algemeen 3 à 4 dagdelen.
Het is altijd op locatie, zodat je ook even buiten kunt gaan kijken. Echt ervaringen met elkaar kunt delen. Het bestaat uit twee ringen. Namelijk mensen die uitgenodigd worden vanuit hun ervaringskennis. En die ook die ervaring goed in kunnen brengen, zodat er ook knopen doorgehakt kunnen worden. Dat is de eerste ring. En de tweede ring zijn mensen die met de uitkomsten van de werkplaats ook echt iets moeten gaan doen. En het weer verder moeten gaan brengen. En van een werkplaats wordt altijd een narratief verslag gemaakt. Dus wat mensen hebben verteld, wordt ook echt opgeschreven. En dan wil ik jou nog even het woord geven om even te vertellen wat er uiteindelijk uit de werkplaats gekomen is. Nou, dat niet zozeer. Een paar kleine opmerkingjes na afloop. Maar het gaat erom, mensen hebben ervaringskennis, waardeer die ervaringskennis en breng die bij elkaar. Dat is heel kort samengevat. En wat mij bijvoorbeeld aan die Kamp Rijnlander heel erg sterk is bijgebleven, we proberen ook na te denken over het vraagstuk. Er zijn heel veel oudere mensen met heel veel ervaringskennis en jongere mensen die stromen in. En bijvoorbeeld bij deze werkplaats bij Kamp Rijnlander was er een trainee, die was er voor zijn tweede werkdag. Ik vond het wel heel grappig, heeft niet heel veel ingebracht. Maar aan het eind vroeg ik hem, wat heb je nou geleerd vandaag? En ik vond het wel heel mooi, hij zei van, ja, de praktijk is toch wel anders dan de theorie. En ik denk toch, als je dat al weet op je tweede werkdag, dat je heel veel ellende bespaard gaat blijven. Ik vond het wel een hele mooie signalering. We nemen nu standaard in werkplaatsen jonge mensen mee, en ook als studenten. En elke keer is weer opvallend, want ook een student heeft ervaringskennis. Iedereen heeft ervaringskennis. Dus het is niet zo praktijkkennis is bij de beheerder en de theoretische kennis is bij de modelleur. Ook met modelleren heb je ervaringskennis. En een ervaren modelleur weet beter met een model om te gaan dan een onervaren modelleur die denkt dat het de waarheid is. Dat is die verschillende vormen van ervaringskennis. En wat we dus ook gemerkt hebben, is dat binnen die modellerende sfeer, dat je bijvoorbeeld een geotechnicus hebt en een hydroloog, die verschillende vormen van ervaringskennis en beelden hebben. En in dit geval was in dat model was de D70 was aangepast. Dat was fijn. Maar de KD-waarde niet. Die KD-waarde, op het moment dat je fijner zand hebt, heb je ook een lagere KD-waarde. En nu in dat model, zoals het nu op basis waarvan die was afgekeurd, hadden we nu de D70 van heel fijn zand. En we hadden de KD-waarde van grind ongeveer. En dat was Jan Blind van de Lotaris, die zei meteen, ja, er zit 60, gradient van 60 in, dat kan gewoon niet. Dus dat was zijn ervaringskennis. Dat was voor iedereen weer nieuw. Dus dan staat er een soort van dialoog. En op het moment dat je die KD weer in de orde van grootte brengt van die D70. Een hydroloog weet meer over KD en een geotechnicus weet meer over de D70. Die hebben daar een gevoel bij. En als dat gevoel bij elkaar komt, dan kunnen ze echt van elkaar leren. Dus binnen die sferen zagen we weer subsferen ontstaan. En, en dan kom je buiten en dan krijg je de verhalen. En wat ik een mooiste verhaal vond, ik weet niet wie dat vertelde. Vertelde jij dat of je collega dat? Ja, er was een vossenhol en een muskusrattenhol. Aan de ene kant was er een muskusrattenhol en aan de andere kant was een vossenhol. En die leverden ongeveer zo'n stukje van elkaar. En zegt, dan kun je wel heel lang over piping gaan praten. Maar als er iets fout gaat, dan gaat het wel hier. Ja, zit het weer? Maar vossen in de dijk, daar had ik er nooit van gehoord. Dus ja, hè, dat was een stukje. Dus wat je ervan opsteekt, ik vind het elke keer weer enorm je leert er altijd enorm veel van. En ja, dat is toch wel iets wat je dan elke keer weer meekrijgt. Iedereen leert. En wat ik net zei over de bestuurder, is belangrijk dat hij de mensen aan het werk ziet. Dat de beheerder, dat die kennis wordt gewaardeerd en volwaardig wordt meegenomen. Dat de modelleur veel meer dialoog krijgt over de onzekerheden waar hij mee in aanraking komt. En daarom wil ik ook afsluiten met een citaat. Dat is van Alexander Rinnoy-Kant. Ik vind het wel erg mooi. Kennis is de enige grondstof die toeneemt bij uitputtend gebruik. En wat eigenlijk is werkplaats is uitputtend gebruik van kennis. En dit is wel belangrijk, want we hebben vaak het beeld dat je kennisproducers hebt. Hè? Mensen die kennis produceren. En je hebt mensen die kennis consumeren, gebruiken. En dat er een soort stroom is. Nee, het gebruik van kennis genereert kennis. En dat inzicht is denk ik wel heel belangrijk, wat je dan ook ziet. Dus het is niet zo dat wij allemaal kennis bij elkaar brengen en dat we die grondstof opgebruiken in de werkplaats. Nee, er ontstaat kennis. En al zo'n inzicht van zo'n trainee,
Dat vind ik al een hele bijzondere oogst. Hè? Als een bestuurder zoiets zegt wat Hans John zei, vind ik dat ook een hele bijzondere oogst. Als de modelleur heel tevreden is. En dat er een inzicht uit voortkomt. In dit geval is er gezegd, we gaan het niet afkeuren op piping. Maar we gaan wel, hè, wat Bart net zei, die meting doen. Beetje à la, hoe heet die uit Zeeland? Ja, die heeft zo'n heel systeem. Je zet pijlbuizen op een rij, je gaat kijken wat er echt gebeurt. En hoeverre die grondwatergolf zich daadwerkelijk gaat voortplanten. Dat inzicht is heel cruciaal om uiteindelijk ook die formule van Selmeyer beter te kunnen kalibreren. En er is ook gesproken inderdaad over beheermaatregelen. Van op het moment dat het nou eens een keer heel spannend wordt weer, wat kun je dan? 8 miljoen voor maatregelen piping. Gaan we niet uitvoeren voorlopig. Dat is wel een uitkomst geweest. Maar dit is denk ik ook wel aardig om mee te nemen bij de borrel zometeen. Want ook kun je zeggen van, consumeren een eindige grondstof, maar we produceren weer een oneindige grondstof door lekker met elkaar te gaan eten en te gaan borrelen. Wil jij nog wat zeggen? Dankjewel dat jullie hier waren. Ja, nou zijn we 4:15. Mooi klaar, denk ik, hè? Op tijd? Ja? Anton? Volgens mij heb ik in een andere lezing een andere definitie van het woord werkplaats gevonden. Ja. Oké, dus dat wou ik even toevoegen. Dat, jammer dat twee... dat het twee definities heeft. Misschien kan je daar nog doen. Ja, het is... Er zijn verschillende vormen van werkplaatsen. Er zijn gewoon echte werkplaatsen. Hè? Dus je hebt waar je de tractoren hebt staan. En de, Nee, deze vorm van werkplaats zijn we 10 jaar geleden mee begonnen. En wat je ziet is dat er nu verschillende vormen van werkplaats wel ontstaan. Ja. Ja. Maar dat die andere vormen van werkplaats, die kennen ze niet allemaal hoor. Nee. Maar je hebt ook bij scholen, heb je ook werkplaatsen, waarin docenten zeggen van, onze leerlingen moeten meer met de praktijk in aanraking komen. Dat is wel dezelfde bron. Als scholen wel. Maar er zijn ook wel andere vormen van werkplaatsen denkbaar. Het is de essentie maar is van, we brengen ervaringskennis, verschillende vormen van ervaringskennis uit verschillende sferen, brengen we bij elkaar. Ja. En daardoor leren we. Komt overeen met wat... Ja? Oké. Okay. Zijn er nog meer vragen? Want dan... anders... Dan kunnen wij denk ik...